Als het spannend wordt aan het eind van de competitie, dan is TV Noordoost-Veluwe daar zeker bij. En dat gold de afgelopen zaterdag voor Bennekom en WHC. En wij namen een kijkje om te zien hoe de beide Epenaren in de beide teams het doen. Dat is Mark van Petersen voor WHC en dat is Just Berens voor Bennekom. Wij volgen ze deze middag. En wie van de twee is het gelukkigste aan het eind van de wedstrijd? Wie gaat de periode binnenhalen? Jan Mossing Hormstein, de kracht van Mark van Petersen die van Epe kwam voor dit team. Hij behoort niet tot de vaste basis, maar je hebt hem er wel iedere week bij. Ja, Mark is een hele positieve, goede kerel. Ik vond hem het grootste talent bij Epe. En vooral zijn technische vaardigheid is voor ons een heel waardevol element.
Alleen het is voor Mark wel even wennen om het voetbal van de zondag naar de zaterdag. De stap is groot. En weet je, we hadden voor Mark ook gezegd, voor tweede seizoenshelft, daar moet jij er komen. Nou ja, goed, als een elftal draait en een elftal staat en je draait positief mee, dan is het lastig om je daarin te knokken. Maar Mark heeft toch een aantal wedstrijden laten zien dat hij heel aardig kan spelen. Natuurlijk is dat niveau eerste klas, derde klas heel groot. Verschil. Ja, dat zijn echt hele grote stappen. En er zijn ook niet zo heel veel spelers die dat in één keer maken. Dus vandaar dat we ook heel erg blij zijn dat Mark in ieder geval nog verlengd heeft. Want dan kunnen we er met z'n allen nog meer energie in stoppen. Want ik ben ervan overtuigd dat hij het gaat redden. Jurgen Szewczyk, de rol van Jur Berends in jullie team, hoe zou je die het best kunnen omschrijven? Oh ja, Just is ongelooflijk belangrijk voor ons. We hebben een mooi centrum met een rechtsbenige speler en een linksbenige speler. Kracht van Just, zijn onwaarschijnlijke paas, hij is sterk in de lucht. Maar wat ik het allerbelangrijkste is, het is een hele fijne jongen die altijd voor een dolletje in de weer is. Die altijd zeg maar weer relativerend vermogen heeft, zo binnen het geheel. Zeer, zeer belangrijk. En als je dan meeneemt dat hij nog maar 25 jaar is, ja, dan mag Bennekom zich rijk rekenen met zo'n mooie speler. Wat dat betreft was het voor jou nooit een probleem om hem op te stellen? Nee. Kijk, een speler stelt zich primair zelf op. Als je het goed doet, dan is de kans groot dat je speelt. Zo simpel is het.
lichten ze de tweede periode binnen. Ja. Daarmee is het seizoen natuurlijk nu volop geslaagd. Ja, zeker. Misschien zit er nog meer in. We proberen nu zo hoog mogelijk te eindigen. En gewoon zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Zelf niet gevoetbald dan, maar ja, dat is super, super om zo te winnen natuurlijk. Heerlijk. Je maakt dit seizoen de overstap van derde klasse Epe naar een eerste klasse in Wezep. Een grote wereld van verschil. Ja, ja zeker. Dus het eerste half jaar zeker heel erg wennen. Aan niveau ook. Een nieuwe club, nieuwe mensen. Dat is allemaal wel grote veranderingen. Ook niveau ook wel best een niveauverschil. Zo heb ik wel van moeten wennen. Nu begin ik steeds meer aan te haken en ik ga gewoon proberen mijn best te doen. Geniet je nu op de bank van zo'n... Ik kan hier zeker van genieten. Ja joh, dat is een heerlijke overwinning, een heerlijke wedstrijd gezien. We zijn samen één team, we moeten samen doen. Dus ik heb zeker genoten. Ja. Je hebt een jaar bijgetekend nog, heb ik begrepen. Ja, twee jaar zelfs nog bijgetekend. Dus, Kijk, dat betekent volop vertrouwen in deze club en in dit team. Ja zeker. Dat is een hele mooie club en de supporters zijn geweldig. Probeer hier eens door te ontwikkelen. Je zegt het al, door te ontwikkelen, want ik kan me voorstellen dat je voor het volgende seizoen graag nog wat vaker toch aan de bak komt. Ja, natuurlijk. Als voetballer moet je willen spelen. Daar ga ik mijn best voor doen. Zullen zien. Wat was nou voor jou het grootste verschil tussen Epe waar jij kon domineren en hier waar je toch wat ondergeschikt moet zijn? Ik kom natuurlijk van Epe, daar was ik inderdaad een beetje een meer leidende rol, zeg maar. Speelde ik vaak, altijd in de basis. En nu inderdaad wat vaak op de bank. Ja, ze wel wennen. Maar ja, gewoon hard knokken en mijn best doen en niet zeiken. Lekker proberen gewoon zo in de basis te komen, ja. Meer niet. Volgend jaar sta je er weer. Volgend jaar staan we er weer, als het goed is, ja. Just een wedstrijd waarin je in de eerste plaats te snel achterkomt, maak je gelijk, komt tegelijk weer te snel de tegenkool. De tweede helft domineer je even en dan valt die derde goal te snel. Is dat zo'n beetje het verhaal? Ja, dat heeft u goed gezien, denk ik. We hadden van tevoren afgesproken dat we volle bak met de lange mannen mee moesten lopen. En dat daar vaste mensen op stonden. Nou, eerst de beste corner krijg je hem al tegen. Terwijl die wel gedekt wordt, alleen ik denk dat het duel daar niet aan moet gaan. En dan loop je achter de feiten eigenlijk aan. Ik denk dat we een goede 1-1 maken. Ja, dan valt die 2-1 eigenlijk ook uit het niets, wil ik niet zeggen. Maar dat wordt ook niet verdedigd zoals het moet, hoe wij het normaal doen. Dus dat is zonde dan. En dan zei 2-1, ga je de rust in. En na de rust krijg je hem ook vrij snel achter. Ja, dan is dat een genadeklap, wil ik niet zeggen. Want wij pompen natuurlijk nog twee mensen erin. Twee spitsen en proberen nog wat te forceren. Maar ja, dan kan het ook anders lopen en dat gebeurt nu. Dan is het 5-1. Zo'n dikke nederlaag dit seizoen denk ik nog niet gehad. Het is de grootste volgens mij, ja. Ja. 5-1, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, nee. Wat verraste je nou in dit WHC? Ja, verraste. Kijk, we hebben ons denk ik optimaal voorbereid. En we wisten dat hun lange jongens hadden. Goed kunnen voetballen en je ziet dat hun met corners zijn ze levensgevaarlijk. De eerste gaat erin, maar ze zijn nog wel vaker gevaarlijk geweest. En ze zijn gewoon razendsnel aan de counter en dat zie je de tweede helft. Ja, die 4-1 en die 5-1, dat zijn twee counter goals. Ja, nemen wij natuurlijk risico, maar ze maken ze wel. Die periode ben je dan kwijt, maar de na-competitie kan nog altijd. Ja, die derde periode doen we ook nog wel mee, maar het wordt een lastig verhaal. Ik denk dat wij een klein beetje afhankelijk zijn van andere teams. En daarop hopen is natuurlijk, je moet het eigenlijk zelf afdwingen, maar dat hadden we vandaag moeten doen. Ja, dat hebben we niet gedaan. Is het seizoen voor jou mislukt als die na-competitie er niet uitkomt? Nou ja, mislukt. Kijk, ik wil altijd voor de prijzen spelen en je moet ook reëel blijven. We hebben 11 nieuwe jongens dit seizoen hier. Dus het was een totaal nieuw team. Ik denk dat wij de eerste seizoen zelf hebben we gewoon hebben we best wel leuk gevoetbald. En deden we ook gewoon mee. We hebben het eigenlijk vanaf deze dag tot aan een paar weken terug hebben we het eigenlijk een beetje vergooid. En als je 3-4 weken terugkijkt, deden we nog mee voor het kampioenschap. Ja, nu loop je achter de feiten aan door een periode weg te geven. En dan moet je voor een na-competitie nu gaan. Ja, natuurlijk gaan we ervoor, maar het wordt wel een lastig verhaal. Kwestie van opladen nog even voor het slot van die competitie. Ja, dat altijd. Dat zeker. Bedankt. Helemaal goed.